Hi, ik ben Tom Lossing, buurtverbinder van pleinbest.nl. Leuk dat je kijkt. Het wordt een leuke video, dus blijf vooral kijken. Pleinbest bestaat 5 jaar en doordat we dus nu 5 jaar bestaan, leek het mij een leuk idee om eens te gaan praten met eigenlijk de ontwerper van Pleinbest. De man die niet zozeer Pleinbest heeft opgebouwd, maar wel het idee erachter heeft ontworpen. En van wie we eigenlijk de website min of meer over hebben genomen. En die man is Erik Hendricks. En die heb ik nu aan de lijn, zullen we maar zeggen. Erik, welkom. Dankjewel, Tom. Ja. Een aantal vragen voor je. En die wil ik toch eens stellen. Maar belangrijk is, leg eens uit hoe dit is begonnen. Ja, dankjewel, Tom. Nou, leuk dat je me uitnodigt, want mijn buurtje bestaat 10 jaar, dus waarvan 5 jaar mijn Pleinbest. Dat zijn mooie, mooie getallen. En hoe is het ooit begonnen? Het is ooit begonnen met onze behoefte om in een leuke buurt te wonen. Waar je gewoon mensen kent en waar je fijn, waar je thuis voelt. Daar is het ons om begonnen. En dat is een lange reis geweest om naar hoe je dat dan doet en wat dan werkt en niet werkt. En wat we hebben gezien en gemerkt wat werkt, is dat je in ieder geval, op het moment dat je dingen zichtbaar maakt die er in de buurt allemaal zijn, hè, de mensen die er wonen of de dingen die er gebeuren, welke verenigingen actief zijn of clubjes of wat al die plekjes betekenen, of de verhalen van vroeger achter bepaalde dingen die je in de buurt tegenkomt. Als je het allemaal weet en dat je elkaar wat beter kent, dat draagt enorm bij aan het gevoel van thuis voelen. En daarom hebben wij ook heel erg ingezet van hoe kunnen we ervoor zorgen dat al die mooie dingen die een buurt te bieden heeft, dat die ook zichtbaar worden. En het is ook hartstikke fijn dat mensen dat kunnen, dat mensen dat weten en dat er een fijn gevoel ontstaat. Maar het is ook hartstikke nuttig, zeker in een tijd waarin tekorten ontstaan of dreigen te ontstaan. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel crisissen geweest de afgelopen jaren. De coronacrisis en de vluchtelingencrisis en nu weer de energiecrisis. En dan is het nog belangrijker dat je heel goed kunt benutten wat je elkaar kunt bieden. En dat je ook elkaar kunt vinden. En dat is wat waar wij met name met onze aanpak aan bijdragen, ook met het platform. Want hoe maken wij dat allemaal zichtbaar? Daar zetten we natuurlijk dat platform voor in. Dat is ook een mooie digitale oplossing. Maar dat werkt alleen maar als er mensen achter staan en daaraan werken, die weten wat er in zo'n buurt gebeurt. En daar ben jij het voorbeeld van als buurtverbinder. Ook anderen hebben daar een Pleinbest aan meegedragen. Die hebben dat gewoon gevuld met verhalen en met vraag en aanbod. En met een gids van verenigingen. En ga zo maar door. En zo ontstaat een heel mooi beeld wat Best in jullie geval te bieden heeft. En zo is het ontstaan in Nijmegen. En zo hebben wij ook steeds andere plekken geholpen om zichtbaar te maken wat die buurten te bieden hebben. En met hoeveel gemeenten werken jullie ondertussen samen? Ja, we zijn, 10 jaar bezig. En we zijn nu actief in 80 gemeenten. Dat is ook een heel mooi getal. Het is uiteindelijk begonnen bij mijn eigen wijk, 10 jaar geleden. En het is gewoon als inwoner, maar het is een beetje uit de hand gelopen, kun je wel zeggen. Dus het was ook in het begin een inwonersinitiatief. En het was zo leuk om te doen dat is gegroeid. Ja, oh, leuk. Ja, nou is het zo dat wij hier in Best zijn we nogal bescheiden, heb ik vaak het idee. En het idee bestaat van, Pleinbest, leuk, maar is dat nou echt wel lekker van start gegaan? Kan dat niet veel beter? Is het, er is wat twijfel soms over Pleinbest. Is dat terecht? Want jij weet al hoe het bij andere gemeenten na 5 jaar stond. Ja. Hoe staat Pleinbest ervoor na 5 jaar? Ja, ik heb natuurlijk kort voor ons gesprek even naar Pleinbest gekeken, Tom. Ook naar de statistieken. En het ziet er prima uit met het aantal bezoekers. Ik kan er even op dit moment nog even checken. En we houden ook allerlei statistieken houden daarbij. En bezoekers en hoeveel content er wordt geproduceerd op Pleinbest. En dat ziet er prima uit. Want als ik op kijk in de statistieken naar de bezoekers het afgelopen jaar, dat zijn dan bijna 24.000 unieke bezoekers geweest. En als je dat vergelijkt met jullie inwonersaantal, is dat best wel een hele mooie dekking. Als ik kijk naar het aantal mensen wat ook daadwerkelijk lid is, hè, dus dat een lid van het platform is iemand die actief bijdraagt aan de inhoud van het platform. En dat zijn dus naast de buurtmensen, maar liefst 896 mensen die dat doen. Die dus een profiel hebben aangemaakt en ook dingen hebben toegevoegd, hè, die daar actief in zijn geweest. Dus dat zijn hele mooie getallen waar je gewoon heel trots op mag zijn na 5 jaar. En ik kan me voorstellen dat je zegt, kan het dan niet beter? Het kan ook altijd beter.
Maar dit is ook een groei. Ja, het is ook een groeiding, hè, zo'n platform. Want het werken aan gemeenschappen is eigenlijk nooit af. Het kan altijd beter. Je kunt altijd meer betrokkenheid creëren en meer verbindingen. Dus er is ook toch heel veel ruimte voor groei. Dat is de andere kant. Maar je bent eigenlijk nooit klaar. En dus het bouwen aan gemeenschappen, ja, dat kost gewoon jaren. Je kunt niet even in een paar weken een gemeenschap bouwen. Ook best is de afgelopen tientallen jaren natuurlijk als gemeenschap ook ontstaan. Ja, als je dan kijkt naar Plein Best, het staat, hè, de site is er. Wat is nou, wat jou betreft gezien, de waarde van zo'n site voor verenigingen, voor belangengroepen, voor bewoners? Ik denk dat de waarde van Plein Best voor verenigingen is dat het vooral een heel mooi podium is om zich te presenteren. Want elke vereniging, elke club, die heeft leden nodig om te kunnen bestaan, om dingen te kunnen doen. En die hebben bekendheid nodig en die hebben interactie nodig. En Plein Best biedt die mogelijkheid, een hele makkelijke mogelijkheid om zichtbaar te worden als vereniging. Maar niet alleen dat, ze hebben het ook meteen een podium om eigenlijk voortdurend te kunnen vertellen aan mensen wat ze doen. Dus het is ook een communicatiemogelijkheid. En wat wij doen, ik weet niet of wat Plein Best die mogelijkheid al gebruikt, dat zou een groeimogelijkheid zijn. We bieden steeds meer mogelijkheden om verenigingen te ontzorgen. Om bijvoorbeeld heel makkelijk activiteiten te organiseren waar ze leden voor kunnen inschrijven. Of zelfs voor kunnen betalen. En daarmee ontzorgen we al die verenigingen met al dat administratieve gedoe. En kunnen ze de schaarse tijd die ze hebben, kunnen ze gewoon steden aan het organiseren van die activiteit in plaats van alles eromheen. Dus dat is echt een waarde die het platform heeft voor verenigingen. Ja, voor inwoners is het natuurlijk een manier om zich ook te laten zien, maar ook heel makkelijk om is te bladeren. Want ga maar eens naar de inwonersoverzicht van Plein Best. Daar kom je ook allerlei mensen uit Best tegen. En daar lees je wat ze doen, wat voor achtergrond ze hebben. Ja, en als je dan hun foto's ziet en je leest het verhaal en je komt ze daarna in het echt tegen, dan weet je al iets over die persoon. Dan heb je misschien een haakje of een aanleiding om een gesprekje te voeren. En zo ontstaat er weer makkelijk contact. Dus Plein Best is ook een contactmogelijkheid voor mensen. Ja, nou, dankjewel. Erik, wat heeft de gemeente en wat heeft de politiek aan Plein Best wat jou betreft? Oh, dat is een goede vraag, Tom, over de politiek. Nou, de politiek is natuurlijk ja, bij uitstek, het zijn organisaties die graag contact willen houden met de achterban, die ook een bepaald gedachtegoed hebben. En daarvoor is Plein Best een hele goede manier om ook contact te hebben en te houden met hun achterban. Want ook zij willen natuurlijk graag leden hebben die, en zij willen ook graag groeien. Dus ook Plein Best is voor ook hen een prima manier, ook een podium om zich te presenteren. Dan wil ik zeggen, niet alleen in verkiezingstijd, maar juist daarbuiten, om gewoon te vertellen wat je doet, waar je in gelooft, verhalen te vertellen en op die manier ook jouw plek te nemen in de beste samenleving. Dus dat is eigenlijk wat de partijen daaraan hebben, de politieke partijen. En de gemeente is natuurlijk, ja, de gemeente is, heeft natuurlijk heel veel verschillende functies en afdelingen. Pak even de sociale mijnkant van de gemeente. Die moet natuurlijk voor zorgen dat iedereen in Best ook hulp en ondersteuning kan krijgen waar mensen die nodig hebben. En dat, zij gebruiken Plein Best om die mensen dat te bieden. Op Plein Best staat een sociale kaart. Daar kunnen inwoners uit Best kunnen daar hulp en ondersteuning vinden bij hun dagelijks leven. En dat is gewoon heel erg handig. En dat is zo fijn voor de gemeente, want dat scheelt gewoon heel erg veel tijd en geld voor de gemeente. Want die hebben natuurlijk maar beperkt budget om gecontracteerde zorg in te kopen. En Plein Best is voor hun de manier dat mensen eerst elkaar vinden en de leuke wandelclubjes en de eetclubjes, gewoon wat leuk en gezellig is. En pas dan weet je eigenlijk dat mensen die duurdere vormen van zorg gaan gebruiken. Dus eigenlijk is Plein Best voor de gemeente is dat ook een bespaarmogelijkheid op hun sociaal domeinbudget. Ja. De gemeente kent ook hun fysiek domein. Ze zijn natuurlijk bezig met heel veel veranderingen in de openbare ruimte. Nou, Plein Best is ook een prima manier om te vertellen wanneer wat gaat gebeuren. En ook belangrijk, binnenkort, nu gaat die echt door, de omgevingswet per 1 januari. Die wordt niet meer uitgesteld. En dan is de gemeente eigenlijk verplicht om, als er iets gaat veranderen in de openbare ruimte, om daar inwoners bij te betrekken. En gelukkig heeft de gemeente Best daar al een voorschot op genomen. Zij gebruiken de Praat Mee module op Plein Best. Daar kun je al allerlei projecten vinden waar de gemeente inwoners in staat stelt om mee te praten over wat er gaat gebeuren.
zodat iedereen ook, ieder stem daar kan gehoord kan worden en dat alle creativiteit die inwoners hebben ook kan worden meegenomen in zo'n project. En dan is het ook fijn voor inwoners dat dat gebeurt, maar ook voor de gemeente heel fijn, want dat scheelt aan het einde vaak heel veel juridische bezwaarschriften, procedures, vertraging, heel veel geld. Dus ook daar is dat eigenlijk ook een kostenbesparing voor de gemeente, zo'n de Praat Mee module op best. Dus enerzijds het beter benutten van wat inwoners kunnen bijdragen, anderzijds gewoon efficiëntie. Dat is wat voor de gemeente betekent. Als nou iemand nu kijkt en denkt van, ja, ik vind eigenlijk wel hartstikke leuk om daar iets mee te doen. Wat is nou zo'n buurtverbinder? Hoe kan ik dat worden? Is dat leuk? Is dat moeilijk? Vertel eens wat zo'n buurtverbinder inhoudt, wat jullie betreft. Ja, het belangrijkste wat een buurtverbinder doet, eigenlijk is daar geen vaste, harde taakomschrijving voor. Wij zeggen altijd, het is ook een vrijwilligersfunctie. Dus eigenlijk in je vrije tijd doe je eigenlijk wat je leuk vindt, waar je zin in hebt en ook wat je goed ligt, waar je goed in bent. En sommige mensen gaan dingen doen waar ze iets van leren, die willen zich graag ontwikkelen. Dus het moet heel erg passen bij wat jij zelf wil. En als jij je buurt belangrijk vindt, je wil er iets voor betekenen en daar een bijdrage aan leveren, dan is misschien die buurtverbinderrol wel iets voor jou. En wat doe je dan als buurtverbinder? Nou, wat ik al eerder zei, je maakt eigenlijk zichtbaar wat er allemaal nog meer in best is, aanwezig is. Hoe meer dat zichtbaar is, hoe meer mensen het ook kunnen benutten. En daar kun je een bijdrage aan leveren. Ja, en wat je daar dan van krijgt, is dat dankzij jou mensen andere mensen misschien kunnen vinden op het platform. Of misschien een nieuwe club vinden of een vraag kunnen stellen waardoor ze antwoord op krijgen. Dus je kunt echt iets betekenen in het leven van mensen. Het is niet altijd meteen voor jou te zien en zichtbaar, maar weet dat er heel veel ontstaat dankzij het werk van de buurtverbinder. Dus ja, zichtbaar maken wat er is, dat met elkaar verbinden. En zo werk je eigenlijk aan een steeds leuker, sterker, beter best. Dat vind ik mooi, beter best. Ja. Ja. Nou ja, ik wil met name, ben ik blij dat je het zegt, die buurtverbinden. Het is iets, het komt vanuit jezelf. En het is niet iets wat een enorm moeilijk circuit om daar te komen en dergelijke. Dat is het niet. Je doet wat je leuk vindt. Het is vrijwilligerswerk. En eigenlijk het enige wat er extra is, is dat je het af en toe op plein best vastlegt, zodat anderen er ook wat van horen. Maar je blijft gewoon doen wat je leuk vindt. En soms ga je bewust dus ergens naartoe, omdat je daar connecties wil leggen. Zo zie ik het in ieder geval. Zo gebeurt het mij ook. Daar kan ik over meepraten, Tom. Je gaat dus op mensen af. En het leuke van die rol van buurtminder is, je hebt een aanleiding om eens naar ergens naartoe te gaan, een interviewtje af te nemen of vragen te stellen. En dat kun je vanuit die rol doen. En bijna iedereen reageert daar altijd positief op. En wil graag aan jou vertellen wat hij aan het doen is. En zo leer je niet alleen heel veel mensen kennen, maar hoor je ook heel veel interessante verhalen. En als je die verhalen dan inderdaad deelt op plein best, die worden gelezen, komen in de wekelijkse nieuwsbrief, kunnen mensen weer doorsturen. Zo ontstaat er van alles in het leven van andere mensen. En daar lever je dan de bijdrage aan. Ja, nou, ik kan dat beamen, want dat is ook mij overkomt dat. En dat geeft me ook een extra zin in het leven. Maar het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus ben jij een bewoner uit Best en denk je, ja, dit lijkt me toch wel leuk om daar te doen. Neem contact met mij op, mail mij even op tom.pleinbest@gmail.com. Dan neem ik uiteraard daarna contact met jou op. Maar het lijkt me echt ontzettend leuk om met nieuwe vrijwilligers toch weer iets moois op te gaan zetten, extra op te zetten. We staan nu 5 jaar, op naar de volgende 5 jaar. Erik, stel je voor, ik ben een bewoner van Best. Ik denk, ja, dit lijkt me nou leuk. Wat is dan de buurtverbinder als zodanig? Maar wat kan mijn buurtje mij dan als vrijwilliger, die dat nog niet helemaal weet van wat gaat dit allemaal inhouden, wat kan mijn buurtje dan voor mij betekenen? Ja. Nou ja, als je meegedoen als inwoner van Best, als buurtverbinder, dan word je natuurlijk leuk van het buurtverbinder, word je onderdeel van het buurtverbindersteam van Plein Best. Wij bieden dan een opleiding waar je leren wat het betekent om buurtverbinder te zijn. Je leert van ons hoe het platform werkt, hoe verbinden werkt, hoe je mooie dingen zichtbaar kunt maken op het platform.
Dat soort dingen leren we je. Daarnaast hebben we allerlei ondersteuning in de vorm van onze service desk. Hè. Dus op het moment dat je vragen hebt of je hebt een probleem, dat kun je bij ons melden en daar helpen we je elke dag bij. En ook om je te blijven ontwikkelen, hebben we elk half jaar een, Tom vertelde het al, een hartstikke leuke buurtbundersdag. Waarin je buurtbunders uit het hele land ook gaat ontmoeten. En ja, voor mij zijn dat de topdagen van het jaar. En ook voor heel veel buurtbinders, want daar kun je niet alleen natuurlijk je eigen ervaring vertellen. En andere mensen vinden het ook heel erg belangrijk wat jij dan kunt bijdragen. Maar je hoort heel veel allerlei leuke ideeën van andere plaatsen in Nederland. Want je wilt niet weten wat mensen allemaal kunnen bedenken als het gaat om meer verbinding in hun buurt. Nou, en ik kan behamen. Ik ga er altijd heel graag naartoe. Ik neem er altijd weer wat van mee. Dus wat dat betreft, ik vind het fantastisch. En als ik kijk naar mijzelf, wat het grootste wat ik de afgelopen jaren heb geleerd eigenlijk, was toch dat ik ging videoen, dat ik video's ging maken, dat ik ze ging editen, dat ik interviews ga doen. Dat had ik 5 jaar geleden niet gedacht dat ik dat zo leuk zou gaan vinden. En nu doe ik het iedere dag. Dus wat dat betreft, het heeft echt wel ook voor mij persoonlijk een enorme impact gehad dat ik buurtverbinder van Plein Best ben geworden. Want ik heb er een totaal nieuwe hobby bij. En ja, fantastisch om daarmee bezig te zijn. En ik kan dus inderdaad met mijn camera ergens heen gaan en gewoon iemand interviewen. Weer iemand leren kennen. En ja, dus het is gewoon echt ontzettend leuk. Ja, nou, daar is dit gesprek ook weer een bewijs van, Tom. Dus, ja, Erik, ja. Heel erg bedankt dat je de tijd wilde nemen. En ik hoop dat we over 5 jaar nog een keer zoiets kunnen doen met een nog groter succes. Ja, dankjewel Tom. En ik ben blij dat jullie dat willen. Ik hoop nog heel lang met jullie samen te werken aan iets wat ik net bedacht, aan een nog beter best. Maar ik zal niet de eerste zijn die dat bedenkt, vast. Dus super. Grappig, ze zijn talrijk. Ja, dankjewel.